De eerste paal voor de nieuwbouw van het gemeentehuis in Elst is maandagmorgen geslagen door wethouder Wijn te Hol. De verbouwing van het gemeentehuis is volledig aan de gang. Met het boren van de eerste paal gaat het begin van de nieuwbouw van start. In het nieuwgebouwde gedeelte moet de ontvangsthal voor het gemeentehuis komen. Vanaf midden 2020 is het de bedoeling dat inwoners ook daar terecht kunnen. De verbouwing van de oude kantoor op de begaande grond aan de achterkant is al ver ontwikkeld. Na de zomer worden ook deze werkplekken weer gebruikt. Het is nog niet bekend wanneer alle werkzaamheden klaar zijn en het gemeentehuis in volle glorie in gebruik genomen kan worden.